Ik ga het vandaag hebben over het volgende. En de titel van mijn preek is Wandelen in zijn voetspoor. En waarom deze titel? Ik moest tijdens de voorbereiding denken aan een situatie die ik had toen ik 18 jaar was. Ik werkte in mijn vaders bedrijf en wij hadden een interieurbedrijf. Dus wij waren verantwoordelijk voor alle tapijten, parket, laminaat, gordijnen, zonwering, de hele mikmak. En we hadden een best wel groot bedrijf, we hadden iets van 15 man personeel. En daar werkte ook Johan. En Johan, dat was een hele vrolijke, grappige meneer die ook gelovig was. En hij was gereformeerd. En hij ging wat naar een wat, wij noemen dat een wat zwaardere kerk. Maar het was eigenlijk best wel een hele fijne man. En op dat moment was ik in mijn zoektocht naar Jezus. Ik leefde nog niet zo echt met hem. Maar hij nam even de tijd om met mij te praten. En op een gegeven moment kwam hij met een super oud bollig boekje aan. Dit is het boekje wat hij mij 23 jaar geleden gaf. En dat heet In zijn voetspoor. En ik denk, nou ja, weet je, uit respect voor hem, ik ga het maar lezen. En eigenlijk was het een heel leuk boekje. Dat ging over een traditionele kerk in Amerika. Waarbij eigenlijk iedereen wel daar, die daar kwam, had wel geld, had wel onroerend goed. Had altijd wel te eten, ze hadden werk. En op een gegeven moment werden ze geconfronteerd tijdens een zondagochtenddienst met een dakloze man, een zwerver, iemand die op zoek was naar werk. En die begon tijdens de preek gewoon heel oprecht, zonder verwijten, zonder negativiteit, begon hij wat vragen te stellen. Over van, God, joh, hoe zien jullie dat dan? Dat Jezus omziet naar de armen en dat Jezus eigenlijk vraagt dat wij in zijn voetspoor wandelen. Maar ik heb geen eten, ik heb geen onderdak. Hoe ziet Jezus dat? Moeten jullie mij dan nu helpen? En hij begon eigenlijk de hele kerk een beetje uit te dagen. Op een gegeven moment werd deze man diezelfde week ziek. En de dokter die ook in de kerk kwam, zeg maar, die zei van ja, hij is dood. De hele kerk was eigenlijk in reperoer. Maar de oudste van de kerk, de voorganger, die gingen er wat mee doen. Die gingen ervoor bidden en die hadden zoiets van er staan eigenlijk al die dingen. Zoals naaste liefde, heb je ander lief als jezelf. Staat allemaal in de Bijbel. Maar wij doen dat eigenlijk niet zo. Wij zijn meer een beetje van, ach, hè, kijk, die is eventjes prachtig op de kerkbankje zitten. Oh, het heeft een mooi hoedje aan en een mooi jurkje aan. En ik wil ook wel zo'n jurkje hebben. Hè? Dus daar waren ze vooral mee bezig. En op een gegeven moment, wat er gebeurde. In deze kerk gebeurt dat trouwens niet, hè? Deze kerk gebeurt dat niet. Wij vergelijken niks met elkaar. Overigens ben ik de eerste spreker die spreekt in zo'n korte broek op een zondagochtenddienst. Ja. Yeah. Ik had vooraf toestemming gevraagd. Zeg, mag dat? Het wordt 30 graden. Mag ik in mijn korte broek? Ach ja, Daan, vooruit. Jij bent het. Ik zeg, oké, dan gaan we dat doen. Hè? Heerlijk vind ik dat. Dus als jullie afgeleid worden door mijn kuiten, dan sorry daarvoor. Ja? Cool. Maar dit boekje, dat zette me wel aan het denken. En eigenlijk nog steeds, dat ik denk van, ja, weet je, ik hou eigenlijk van een kerk waarin we omzien naar elkaar. Waarin we elkaar helpen, waarin we elkaar bemoedigen, waarin we voor elkaar zijn. He, wanneer iemand in de problemen zit, hey joh, weet je, laten we je helpen, kom. Kom eens voor een bakje koffie, kom eens voor een praatje. Wil je een knuffel, krijg je van hem. He, en zo'n kerk, ja, daar word ik altijd enthousiast van. He, ik kwam vroeger ook wel in een kerk waar dat eigenlijk niet zo gebeurde. En het was eigenlijk heel erg, best wel voor mij heel erg saai. En ik had altijd wel moeite om Jezus daarin te vinden tijdens de dienst. Toen ik heel klein was. En op een gegeven moment merk je gewoon van, hey, dat begint bij jezelf te borrelen. Bij jezelf te leven. En als je uiteindelijk die ontmoeting met Jezus hebt gehad, wat gebeurt er dan? Dan sta je in vuur en vlam staan voor hem. In de Bijbel staat een tekst in 1 Petrus 2 vers 21. En daar staat dit. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus die voor ons geleden heeft, is het voorbeeld wat u moet volgen. En in zijn voetstappen moet u treden. En de Bijbel geeft een opdracht. Hè, treed in zijn voetstappen. En wat is dat dan in zijn voetstappen treden? Hè, dat is op zich best wel een interessante vraag. Hè, want wat deed Jezus eigenlijk? Daarvoor moeten wij de Bijbel leren kennen. Daarvoor moeten we weten wat in Gods woord staat. Zodat we ook kunnen weten eigenlijk van, hey, hoe kunnen wij in zijn voetstappen treden? Want we hebben er altijd een beeld van. Ik wil met jullie nog een tekst lezen. En dat staat in Matteüs 22 vers 1. Als het goed is, komt hij op de beamer. En het is een vergelijkenis van Jezus, of een gelijkenis. Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op een koning die de bruiloft van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn knechten erop uit om de gasten te gaan uitnodigen, maar niemand wilde komen. En daarom stuurde hij andere knechten erop uit om te zeggen, alles staat klaar. Het mestvee is geslacht en klaargemaakt. Kom vlug naar het huwelijksfeest. Maar de mensen die uitgenodigd waren, haalden hun schouders op en gingen aan het werk. Eén naar zijn boerderij en de andere naar zijn zaak. Weer anderen grepen de knechten van de koning en mishandelden hem. Zo erg zelfs dat sommigen stierven.
De koning was woedend en hij stuurde zijn leger op uit om de moordenaars te doden en hun stad plat te branden. En daarna zei hij tegen zijn knechten, het feestmaal is klaar, maar de mensen die ik had uitgenodigd waren het niet waard. Ga nu naar de drukste wegen en nodig iedereen uit die je daar ziet. De knechten gingen de straat op en brachten alle mensen binnen die zij konden vinden, zowel goede als slechte. En al gauw zat de feestzaal vol met gasten. De koning kwam binnen om de gasten te begroeten. Ineens zag hij iemand die geen feestkleding droeg en zegt, beste vriend, hoe is het mogelijk dat je hier zonder feestkleding zit? Maar de man had daar geen antwoord op. De koning zei tegen zijn dienaren, bind hem vast en gooi hem naar buiten in de diepste duisternis. Daar zal hij wel vergaan van wroeging en verdriet. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Weet je, en als ik dan denk echt zo van, waarom zegt Jezus dit? Waarom vindt Jezus het belangrijk dat het opgenomen wordt in zijn woord? Dan denk ik van, ik kan me nog herinneren toen Maxima en Alexander gingen trouwen. De koning en de koningin. Wie kan het nog herinneren? Dat heel Nederland, vooral boven de rivieren, dat ze enorm, enorm aan het feesten waren. Ik woon al 9 jaar in Limburg, Belgisch Limburg weliswaar. En ik heb nooit heimwee gehad, never. Maar die dag wou ik dat ik terug was bij Amsterdam, waar ik kon feesten voor onze koning en koningin. Ik had echt zoiets van, en ik was toen op dat moment bij Steven en Claire thuis en de televisie stond aan en ik zag dat en ik denk, nu wil ik echt hier niet zijn. Ik wil niet in Duitsland zijn bij Steven en Claire, ik wil gewoon echt in Amsterdam zijn en feesten en vieren dat we een koning en koningin hebben. Ja? Of prinses moeten we zeggen. En dan denk ik, Jezus vertelt hier over een koning. Zijn zoon gaat trouwen en die maakt er een big party van, een groot feest. En hij geeft ons allemaal een uitnodiging. Hey, wil je komen? Wil jij dat feest met mij vieren? We hebben Glennis Grace, we hebben Mike Oudboter die iets prachtigs gaat zingen. We hebben Ali B die gaat rappen. We doen het vet cool. Ja, het hele ei, we hebben allemaal bootjes gemaakt en iedereen gaat daar feesten met zijn oranje t-shirt aan. Kom jij ook? Het is vet, ik wil dat je er bent. Maar iedereen zegt, weet je, ik heb eigenlijk geen zin, ik ga wel lekker werken. Doei. Hoe moet dat hebben gevoeld voor die koning? Ik snap ergens wel dat hij gefrustreerd is. Want als je koning bent, dan ben je toch wel een beetje de baas van het land, het gezicht van het land. En dan wil je eigenlijk dat je onderdanen ook gewoon daarin meevieren, toch? Althans, zo ging dat vroeger volgens mij wel. En nu is het gewoon zo dat uiteindelijk niemand kwam. En uiteindelijk opende hij het feest voor iedereen. En dan gaf iedereen die uitnodiging. Hey, kom zoals je bent, maar vier het feest met mij. Pak die uitnodiging en neem hem niet voor lief. Weet je, en Jezus geeft ons ook die uitnodiging telkens weer. Hey, weet je wel, ik wil jou leren kennen. Ik wil een relatie met jou hebben. Ik ben voor jou in dat kruis gegaan. Ik heb mijn leven gegeven voor jou. Hey, hier is mijn uitnodiging. Wil je die pakken vandaag? Pak die uitnodiging alsjeblieft en vier het feest met mij. Weet je, en wie heeft hier ergens in zijn leven echt een radicale keuze voor Jezus gemaakt? Zeg, ik wil Jezus in mijn leven, ik wil hem volgen. Vet. En hoe voelde je toen op dat moment dat je dat deed? Voelde je niet gewoon helemaal bevangen door zijn eerste liefde? Dat je dacht, iedere keer als ik de Bijbel lees, dan spreekt het mij aan en dan leeft het in mij en dan voel ik zijn kracht en tegenwoordigheid. En overal waar ik kom wil ik vertellen over wie Jezus is. Weet je, vroeger, ik zat op de mbo-tijd, ik maakte een keuze voor Jezus. Daarvoor was ik eigenlijk altijd een jongen, Jesse niet luisteren, die vaak een blootje rookte tijdens de pauze van de school. In het winkelcentrum ging hangen en dan in een overdekt winkelcentrum gingen wij wiet roken. Gewoon, je kan je het voorstellen. En mensen liepen langs ons en die zeiden, tuig, asociale hier. En dat was ook asociaal. Hè? En op een gegeven moment, weet je, ik ging naar de jeugdgroep, ik kreeg een jeugdleider, die sprak in mijn leven. God raakte me aan, ik maakte een keuze voor hem. En in diezelfde mbo-tijd, weet je wat ik ging doen? Ik ging bidden in datzelfde winkelcentrum. En ik liep gewoon een rondje. En ik ging gewoon bidden, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor deze mensen bent. En dank u dat u me helpt. En dank u wel voor mijn toekomstige vrouw. Dat ze maar puur en lief en mooi mag zijn. En ik begon helemaal enthousiast te worden. En te bidden. En mensen zeiden tegen mij, hey Don, ben jij only the lonely? Letterlijk. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Ik zeg, je zondert je altijd af. En wat ga je eigenlijk dan doen telkens in de pauze? Je bent altijd alleen. Ik zeg, ik zit gewoon heerlijk gewoon lekker te bidden. En op een gegeven moment kwam er een uitnodiging van de EO. Dat was een programma, dat heette Man, Vrouw. En eigenlijk ging het onderwerp over, ouders en kinderen, pubers. Hoe ga je ermee om? En blijkbaar hadden ze gehoord dat we zo veranderd waren. Ik en mijn broertje Peter werden gevraagd om daar te gaan vertellen voor de televisie. Over hoe gaan wij om met ouders, dat ze lastpakken zijn, dat ze vooral vervelend zijn en zagen aan ons hoofd. Maar als christen dat we toch enigszins respect moeten hebben voor onze ouders. Nou goed, daar ging het een beetje om. En we waren daar en we vertelden zo met vol passie over Jezus. Weet je wat hij in ons leven had gedaan? En dat wat grappige was, dat bleef niet opgemerkt. Want zo vrij als we daar waren,
waren we ook bij die camera's daar. En weet je, we waakten een beetje in gepraat. En op een gegeven moment gingen Peter en ik beatboxen. Dus we gingen echt... En al die presentatoren zoiets van, oh, wat een grappige gasten. Hey, opwekking komt eraan. We hebben een tienertent. Er komen duizenden jongeren. Willen jullie hier komen beatboxen? Weet je, en zo kwam het een, kwam het ander. En uiteindelijk zei ik, ik trek mijn keutel in. Ik ga dat echt niet doen. Ik heb Remco gevraagd. Remco zegt altijd, yes, laat mij alsjeblieft. Ja, ja, ja. En Remco en Peter gingen daar gewoon vet. Remco ging rappen. Peter ging daar beatboxen, drummen, alles. En ik denk, nou, mooi. Ik ontsprong de dans. Ik was niet zo een handje de voorste of zo. Maar het een, de stap zet je. En het andere deur gaat weer open. Op een gegeven moment, ik kwam op hetzelfde mbo-tijd in Haarlem. Frans Hals College. Kwam ik daaraan. En de tv-uitzending was geweest. Dat duurde al even een paar maanden. En op een gegeven moment, op een zaterdagavond, kwam het op televisie. En had je eerst een hele spannende actiefilm van Veronica. En weet je, als dan de film de aftiteling begint, dan staat er straks na de reclame, Eyo, man, vrouw. En dan hadden ze mijn mugshot gepakt. Echt zo. Weet je wel, en ik zoiets van, wow, dat is best wel... Best wel een eer, maar cool, weet je. Dus ja, die uitzending kwam, heel leuk. Mijn ouders natuurlijk super trots dat wij dat deden. En op een gegeven moment, ik kwam op school die maandagochtend. En wat gebeurde er? Ik liep door het hek. En op een gegeven moment, hele klas. Woe! Televisieheld! Yay! Televisieheld! Oh, mogen die handtekening, man. Vet, jongen. Blijkbaar hadden ze allemaal die actiefilm gezien. Hadden ze allemaal mijn mugshot gezien. Dan gingen ze allemaal naar man-vrouw kijken van, yo. En op een gegeven moment, weet je, merkte ik dat één gozer, die zat mij een beetje te plagen ermee. Ja, ik was nog niet helemaal radicaal voor Jezus. En die zat een beetje te pasten. Ik denk, dat vind ik niet leuk. Dus ik loop naar hem toe, pak hem zo bij strot. Ik zeg, nou grap je ermee, hè? Dat was nog een beetje vlees. Maar goed, daarna hield hij wel op. Maar het was wel cool. Ja, ik liet in ieder geval niet zien dat ik meteen helemaal alle andere wangen toe ging keren. Maar ja, wat was ik? Ik was 18, 19. Ja, dan doe je dat soort dingen nog. Hè? Moeten we wel eerlijk zijn met elkaar. Hè? Ja, ja. Cool. Hey, maar weet je, als mensen tot bekering komen, wat gebeurt er dan? Ze maken radicale keuzes. Ze kappen met hun verslaving, met drugs, alcohol, porno. Ze doen, ze breken met criminaliteit. Op een gegeven moment, mensen leren praten over hun emoties. Ze kroppen dingen niet meer op. Breken met agressie. Ze nemen hun vader- en moederrol weer op. Denk, hey, ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn kinderen. Ze herstellen relaties met hun eigen ouders of met vrienden die al jarenlang gebroken is om iets wat van reden waren, maar ze willen niet meer vergeven. Op een gegeven moment als Jezus in je leven komt, dan zegt Jezus, hey, maak dat in orde. Hey, fix dat, ik help je erbij, maar ik wil dat jij dat in orde maakt met je vader. Ik wil dat jij het in orde maakt met je moeder. Ik wil dat jij vergeving vraagt voor het feit dat jij met een ander bent gegaan. Noem het maar op. Weet je, op het moment dat Jezus komt, dan gaat er iets in jouw hart open. En dan begint dat een beetje aan je te knagen. Hè? Ik sprak laatst met iemand en die had een keuze voor Jezus gemaakt. Heeft ze laten dopen. En op een gegeven moment merkte hij gewoon dat het helemaal niet meer zo leefde bij hem. En hij zei letterlijk, Daan, ja, iedere keer als ik de Bijbel lees, weet je wat er dan gebeurt? Dan word ik zo geconfronteerd eigenlijk met mezelf. En dat vind ik eigenlijk niet fijn. Dus ik lees het maar niet meer. En denk ik, oelewapper, je moet het juist gaan lezen, want God is iets met je aan het doen. Ja, als de Heilige Geest in je begint te werken en tot je gaat spreken, wat gebeurt er dan? Je gaat keuzes maken, je wil veranderen. En op een gegeven moment krijg je die doorbraak. En als je die doorbraak krijgt, dan denk je, poeh, het is allemaal van me af. Vet. Ja, het is me gelukt om weer gewoon te verzoenen met mensen. Het is weer gelukt om mijn gedrag te veranderen. Het is me gelukt in Jezus' naam om uiteindelijk weer verder te komen. En al die tijd lukt het me niet, maar nu wel. Ja, mensen zijn al sceptisch. Ja, de eerste maanden denk ze, oh, het was een bevlieging. Weet je, maar als echt Jezus begint te wortelen in jou, je relatie begint sterker te worden, dan blijft dat. En dan is het verslavend. En dan wil je alleen maar meer van Jezus. En dan weet je, dat is de weg, de waarheid aan het leven. En ik wil bij de Vader komen. En de Bijbel zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij, door Jezus. Dus als je Jezus aanneemt in je leven, boom, weet je, dan gaan dingen veranderen. En het heeft eeuwigheidswaarde. Amen. Dat is onze grote belofte, weet je, dat we bij Jezus mogen zijn en later in de hemel mogen komen en mogen feestvieren. Hè? En in dit leven, wat doen we met dit leven? Gaan we wandelen in zijn voetspoor? Zeggen wij, hey, die uitnodiging die ligt er wel van Jezus. Gaan we die pakken? Gaan we onze mooiste kleren aan doen? Gaan we dat feestvieren? Of zeggen, nou weet je wat, het is nu nog even te moeilijk voor mij. Ik wil nog even feesten en dan wil ik nog eerst nog eventjes een wereldreis maken. En vervolgens wil ik nog even mega carrière maken, zodat ik lekker druk ben en nooit meer eigenlijk wat ga doen wat Jezus van me wil. Heel vaak denken we zo. Ik betrap me er zelf ook wel eens op, dat ik mezelf zo druk maak met alles en nog wat, dat je uiteindelijk denkt van, hey, ik moet tijd met Jezus hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus een tekst die mij raakte, dat staat in 1 Timotheüs 4 vers 12.
En dat is een geschreven van Paulus aan Timotheus. En Timotheus was een jonge leider in de kerk Efeze. En hij had de opdracht, zeg maar, om daar leider te zijn, volgende te zijn van die kerk in Efeze. En in die tijd, in die stad, waren er heel veel afgodenverering. Er waren heel veel tempels voor valse goden. Er waren heel veel valse leraren ook, die de boodschap van Jezus verdraaiden. En Timotheus had daar een opdracht. En wat zegt Paulus tegen hem? In vers 12. Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet. Door je liefde, je geloof en zuiverheid. Tot ik kom moet je uit de boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend. Gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven. Toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Doe iets met die gaven. Zet je in voor die taken. Zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet en blijf trouw aan wat juist en goed is. En God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar jou luisteren. Wauw. Weet je, en ik heb deze tekst, ik heb hem uiteengezet in 5 stukjes van deze tekst. Waar ik denk dat kan jullie helpen. Aangezien de tijd, ik weet dat dat misschien een beetje, het is heel warm. En misschien is het toch, heb ik te weinig tijd. Maar we gaan kijken hoe ver we gaan komen. Goed? Het begint met dit. Laat niemand op je neerkijken omdat je nog jong bent. En dan denk ik, zal ik het eens invullen met... Laat niemand op je neerkijken omdat je oud bent. Omdat je kind bent. Omdat je een beperking hebt. Omdat je een miljonair bent. Omdat je arm bent. Laat niemand op je neerkijken, zegt Paulus. En hij zegt ook tegen Timotheus. Jij bent jong, maar laat niemand op je neerkijken. Hey, weet wat je roeping is. Weet waar je voor geroepen bent. Weet wat je doel in het leven is. Weet waarvoor ik je heb aangesteld. Ook al ben jij jong. Vriend, jij gaat het gewoon doen. Want God is bij je en hij helpt je en hij bekrachtigt je. En ik vond het zo mooi dat Paulus eigenlijk als een vader spreekt tot Timotheus. Hey, ik wil jouw discipelen. Ik wil jou helpen. Ik wil jou leiden. Ik wil die geestelijk vader voor jou zijn. En hij gaf hem een hele grote opdracht die Timotheus denk ik heel goed heeft vervuld. Hij is een hele leven lang in Efeze gebleven als leider van de kerk. Stierf uiteindelijk zelfs een martelaarsdood voor Jezus. Was wel heftig, maar dat is Timotheus. Maar hij moest dus goed weten, wat was de waarheid? Wat is de waarheid? Wat is de boodschap van Jezus? En hoe kan ik dat vertellen? Er staat een tekst in Romeinen 12 vers 22. Of Romeinen 12 vers 2. U moet niet worden zoals de mensen die zich niks van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. En ik denk dat dat de sleutel is. In het Engels zegt deze tekst, be transformed by the renewing of your mind. En elke dag weer mogen we onze gedachtes mogen gaan vernieuwen. En hoe? Door het lezen van Gods woord. Ja, door omgaan met mensen die jou aanmoedigen en aanvuren in plaats van jou onderuit willen te halen. Door lekker te worshipen, podcastjes te luisteren. Helemaal fantastisch. Ik heb een nieuwe auto en daar zit Apple CarPlay in. Ik steek het telefoon in het kabeltje en kan gewoon zo op mijn navigatieschermpje ga ik naar podcast. Er zijn allemaal favorieten in. Ik druk gewoon pap op play. En ik zit nou elke dag lekker in de auto heerlijk podcastjes te luisteren. Van allemaal soorten prekers waar ik best wel door geraakt word. Super gaaf om Gods woord binnen te krijgen. Dat zet je aan het denken. Weet je, die spreker die heeft zich voorbereid. Die vertelt Gods woord en het inspireert jou weer. Hartstikke cool. Dus heb je Apple CarPlay in je auto of Android CarPlay, weet ik hoe dat heet. Installeer het, zet podcastjes, pak je sprekers die je leuk vindt. Ja, en ga dat luisteren, ga er wat mee doen. Nog een tekst in Romeinen 13 vers 14. Leef zuiver zoals het hoort, zegt Paulus aan de Romeinen. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie, wees niet jaloers. Maar omkleed jezelf met de Heer Jezus Christus. En dan denk ik, wat bedoelt hij nou? Omkleed jezelf met Jezus Christus. Betekent dat letterlijk dan dat je een jas van Jezus aantrekt? Of een mantel? Zo, ik doe die aan. En nu loop ik met Jezus. Omkleed jezelf met Jezus. Grappige tekst, vind je niet? Als je dat zo leest. Ik kende hem niet, dus ik vond hem eigenlijk wel leuk. Er staat verder, laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus. En geef niet toe aan uw eigen wil, want dat leidt alleen maar naar verkeerde verlangens. En als je het Nieuwe Testament leest, er staat ontelbaar keer, staat er in de Bijbel, neem je kruis dagelijks op. En ik heb daar altijd iedere keer weer over nagedacht, van wat betekent dat eigenlijk als we ons kruis opnemen? Oftewel, dat betekent dat we eigenlijk sterven aan onszelf. En hier zegt de Bijbel letterlijk van, sterf aan je eigen wil. Zet Jezus wil op de voorgrond. En ik denk dat je dan steeds meer in zijn voetspoor gaat wandelen. Amen. Colossenzen 2 vers 6. Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Heer heeft ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Dat zijn aanmoedigingen, maar ook opdrachten die in de Bijbel staan.
Weet je, stel jij je hart open. Zeg je elke dag weer, hey, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil dat uw wortels dieper in mij gaan groeien. Ik wil meer van u leren kennen. Ik wil uw waarheid weten. En dat staat in de Bijbel. Ja? Ik ga eens een keer met mensen omgaan. Ga ik mensen afspreken die ook gewoon like-minded zijn. En ook in vuur en vlam staan voor Jezus. Dat als ik zeg, halle, dat die ander zegt, luja. Amen. That's cool. Weet je wat ik heel belangrijk vind? Ja? En ik heb hier ook een uitdaging voor Park City Church. Hebben jullie wel eens gevraagd aan iemand van, goh, als je net tot bekering bent gekomen, aan iemand, wil jij in mijn leven spreken? Wil jij met mij de gesprekken voeren die ik met anderen niet voer? Wil jij mij onderwijzen in Gods woord? Wil jij mij vertellen over de waarheden van de Bijbel? En hoe jij misschien leeft? Ja? Of zeg je van, ja, je bent al heel lang christen. Ja, en je merkt ook zelf, hey, je bent vader of je bent moeder geweest. En je merkt gewoon, hey, ik sta voor een nieuwe uitdaging. Zou jij een geestelijk ouder willen zijn voor iemand die net in de Heer is? Dat is een uitdaging die ik vandaag wil neerleggen. Want ik geloof echt, hè, dat het christendom is heel erg gebouwd op discipelschap. En discipelschap is eigenlijk, hè, of discipelen, betekent eigenlijk je leider volgen. En als jij discipelschap uit het christendom weghaalt, dan heb je eigenlijk het christendom zonder Christus. Want Jezus investeerde in zijn 12 discipelen. Jezus gaf zijn hart aan zijn discipelen. Jezus leerde hun de waarheid. Maar Jezus bemoedigde ze. Jezus bad voor ze. Jezus liet ze alle wonderen zien. Maar Jezus confronteerde ze ook. Het is dezelfde Jezus die tegen Petrus zei, hey, Satan, ga achter mij staan. Ken je die tekst nog? Dat je denkt, oké, jullie trekken zoveel met elkaar op. En weet je wat Petrus wilde behoeden? Dat Jezus aan het kruis ging. Maar Jezus zegt, nee, dat is het plan van God. Ja, en de vijand wil niet dat jij Gods plan gaat uitvoeren. Amen. En wat zegt Jezus dan? Ga achter mij staan, Satan, tegen Petrus. Wauw, weet je wel. En ik geloof daarin de kracht van discipelen. Als ik naar mezelf kijk. Mijn jeugdleider toen in Haarlem, was ik 18 jaar, heette Rob van Son. Stoere gast, tattoos op zijn lijf, kale kop, werkte in een jeugdgevangenis. Ik keek echt naar hem op. En hij vertelde, Daniel, wat is er met jou aan de hand? Waarom ben je altijd zo'n player, zo'n aardig type, maar vervolgens laat je nooit het van jezelf zien? Je praat niet over jezelf, je zegt niet wie je bent, je zegt niet wat je doet. Het is alleen maar grapjes maken, het is alleen maar stoer doen. Huh? Hij zegt, en hij confronteerde me ook. Hij zegt, weet je wel, er zit zoveel meer in jou. Er zit zoveel meer potentieel in jou. Weet je, en hij daagde me uit. En ik maakte op die avond, op een jeugdavond, een keuze voor Jezus. En ik liet me dopen. Er waren nog eens Hans en Brenda Hollander. En ik wil ze ook eren. Daar waren mijn huisgroepleiders in Haarlem. Hans was een meubelmaker. Had een eigen bedrijf. Werkte er hard voor. Maar stortte zijn hart aan allemaal moeilijke jongens zoals ik. Zijn vrouw Brenda. Een heel aparte vrouw. Maar zo lief. En iedere keer als zij dan iets op haar hart had, dan ging ze voor ons zingen. Zo raar. En dan zaten we daar in Haarlem met z'n allen bij elkaar. Weet je, en dan gingen we peukjes buiten roken. En dan kwamen we weer terug en dan ging Brenda. Oh, zo zegt de Heer. En dan begon ze te zingen over ons. Wel, misschien die check. Maar goed, uiteindelijk, weet je wel, heb ik daar mijn mooiste momenten met Jezus gehad. Want zij leidde ons in de aanwezigheid van Jezus. En ze stortte hun hart uit. En het is daar waarin ik open ben geworden over mijn leven. Waarom was ik een player? Waarom had ik een masker opgezet? Dus omdat ik niet durfde te praten. Ik had een muur om me heen gebouwd. En uiteindelijk was het daar, hè, dat ik daarin openheid gaf. En dat ik daarin mijn muur die ik om me heen heb gebouwd liet afbrokkelen. Waarom? Het is de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Het is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Het is de inzet van mensen die om elkaar geven. Wat maakte dat je uiteindelijk keuzes maakt. Snap je wat ik bedoel? En daarom duig ik Park City Church uit. Durf jij vandaag de dag te zeggen, hey, ik ga hetgeen wat God in mij heeft gedaan, ik ga dat delen, ik ga dat breder maken. Ik ga niet meer achteroverleunen, nee, ik ga vooruit. Ik stap op en ik ga in mijn potential staan. Ik ga in mijn roeping staan en ik ga gewoon doen hetgeen wat Jezus van mij vraagt. Maak discipelen. Hè? Maak discipelen en ga door de hele wereld. Weet je, in de Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8, weet je, dat hij altijd met ons mee zal gaan. Altijd zal de Heilige Geest bij ons zijn. En ik daag jullie uit om daarover na te denken en over te bidden. Wie ga ik vragen om in mijn leven te spreken? Wie laat ik toe? Wie vertrouw ik? Want je moet elkaar vertrouwen. En wie ga ik aanbieden om een geestelijke vader te zijn? Ja, zoals Mike en ik hebben altijd jongerenwerk gedaan. Vanaf het moment dat ik van bijbelschool terugkwam, hebben wij altijd gezegd, wij willen de Heer dienen. En we hebben een passie voor jeugd.
Wij hebben zoveel mensen opgevangen. We hebben in zoveel jongeren mogen investeren. We hebben zo ons hart altijd mogen delen. En ja, we maakten onze fouten. En ja, we deden wel eens rare dingen. Maar we hadden ook lol met elkaar. En we hadden veel plezier met elkaar. En we zagen doorbraken komen. We zagen gewoon jongens veranderen. En we zagen gewoon mensen gewoon opstaan en denken... Hey, God heeft een plan in mijn leven en ik ga dat doen. Ik sta op. Ja. En ik geloof echt gewoon dat het ook voor veel meer mensen is. Die uitnodiging ligt er voor ons. Geloof je me? Die uitnodiging die Jezus geeft. Hey, wil je deelnemen aan mijn feest? Die is er voor jou. Wil je die nemen? Alsjeblieft. Ja? Ik heb meerdere punten. Wees een voorbeeld. Weet je, mensen kijken naar hoe jij reageert. Mensen kijken naar wie je bent. Mensen kijken naar hoe je het doet. En weet je, ook christenen die al heel lang met Jezus wandelen maken fouten. Laten we heel eerlijk zijn. We maken fouten. We zeggen verledelijke dingen. We doen verkeerde dingen. We worstelen soms met vergevingsgezindheid. Weet je, en dan denk ik, ja. Het enige wat we kunnen doen is het erkennen. Denk, oké, met trots aan de kant. Ja, ik heb hier iemand beledigd. Ja, ik ben hier uit mijn naad gegaan. Was niet goed. Ja, ik sneed die man af in het verkeer. Ja, ik worstel met vergevingsgezindheid. Want ik vind het, wat die heeft me aangedaan heeft, dat ga ik echt niet vergeven. Maar uiteindelijk bouw je weer een mega kloof tussen jou en Jezus. En doe dat niet. Als je Heilige Geest je op een gegeven moment weer aan je hart rommelt en zegt, hey, ik wil binnenkomen, doe je deur open. Zeg, oké, Heer, ik wil transparant voor u zijn en ik wil groeien en ik wil verder komen. Ik wil dat uw wortels dieper in mij gaan groeien. Amen. En dan gaan er weer dingen gebeuren en dan begint het weer te leven. Weet je, ik ga afronden. Ik heb nog meerdere punten, maar wat ik gewoon belangrijk vind om nog mee te geven is het volgende. Discipelschap is een opdracht. En die opdracht ligt er aan ons. En die opdracht wil ik aan jullie geven. Vandaag de dag. En ik wil echt dat jullie deze week gaan zeggen, ik ga ervoor bidden. Van, hey, wie ligt u op mijn hart? Wie mag ik gaan aanspreken? Wie mag ik gaan helpen? Voor wie mag ik gaan bidden? Wie mag ik het Gods woord onderwijzen? Weet je, en dat is zo'n kracht als je beseft, ja, dat er zoveel mensen zijn met een enorm verhaal. En die eigenlijk nooit echt die liefde hebben gekregen. En die nooit die aandacht hebben gekregen. Nooit eens een compliment van je of je bol. Oh, wat ben je goed bezig. Als het fout gaat, krijg je kritiek. Maar als het goed gaat, hoor je nooit wat. En in de juiste sleutels dat wij christenen gaan leren waarderen. Gaan eren. Compliment gaan geven. Profiteren. Over elkaar. Gods woord in elkaars leven spreken. Super belangrijk. En mijn vraag is, wil je dat gaan doen? Denk erover na. Ga dat toepassen. Sta op. Doe het. Ja? En weet je, de Bijbel zegt, ga nog veel verder. En ik heb echt hele goede punten, die ga ik jullie nu niet vertellen, want het is veel te warm. Goed? Of willen jullie meer horen? Ik wil afsluiten met een mooie tekst, staat in Psalm 92. Staat dit, Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen. Hoog opgroeien als de cypressen in de bossen van Limanon. Als zij eenmaal geplant zijn in het huis van de Heer, groeien zij dicht bij hem op. En ook al zijn ze heel oud, zal hun leven nog vruchtbaar zijn. Want zij lijken op jonge, gezonde mensen. En dat is zo'n waarheid, zo'n belofte. Blijf geplant bij Jezus. En zijn belofte is, ook als je oud bent, zal je altijd vrucht dragen. En ik heb zulke leuke gesprekken met mijn ouders. Hè. Mijn ouders die zijn al jarenlang gaan naar de kerk. En die hebben mij onderwezen met Gods woord. En mijn ouders, dan zit ik weer bij ze, we wonen naast ze. En we doen heel vaak, zitten op het terrasje samen. En dan praat ik met mijn vader en zegt hij, Daan, Psalm 91, dat spreekt me zo aan. En dan vertelt hij over Psalm 91, dat God zijn beschermer is. Dat hij op God mag vertrouwen. En dan denk ik, wauw. En dan zie je hem glunderen en opleven. En dan zegt hij, Daan, we zijn weer een nieuwe cursus gaan volgen over pastoraat. Want we willen nog meer mensen helpen. En Daan, we zijn weer een cursus begonnen over weet ik veel wat. En dat vertelt hij met zoveel passie. En die man is 70 en mijn moeder is 72. Maar die zijn zo enthousiast dat dat gewoon heel aanstekelijk is. En hun deur staat altijd voor iedereen open. Wie je ook bent, wat je hebt gedaan. Laatst kwamen ze weer thuis met iemand die verslaafd was aan de heroïne. En die zit dan daar 3 dagen lang. Want die had geen geld, geen uitkering. En dan zeggen Mike en ik, iemand die heroïne verslaafd is in mijn achtertuin, dat vind ik waardeloos. En bababab. En op een gegeven moment denken we, ja, maar eigenlijk, hoe mooi is het? Deze man heeft Jezus nodig. En zij laten zien wie Jezus is. Oordeel niet. Hè? Heb lief. En ga discipelen. Yes? Ik wil graag jullie meenemen in gebed. Vader in hemel, dank u wel voor vandaag. Heer, als het een warme dag is, Heer. Als we het allemaal warm hebben, Heer.
Heer, dan dank ik wel, Heer, dat u ook hier bent in ons midden. Vader, dank dat u zoveel om ons geeft en zoveel van ons houdt, Heer. Vader, ik bid ook gewoon zo en ik wil ook echt gewoon op dit moment gewoon u uitnodigen, Heer, om aan ieder tot hun hart te spreken. Vader, Heer, als de uitnodiging er ligt, Vader, Heer, uw uitnodiging. Heer, om deel te nemen van uw feest. Vader, dan vraag ik u, Heer, gewoon echt gewoon om die uitnodiging te laten zien aan een ieder, Vader. Die uitnodiging die u heeft, Vader, Heer, zoals u vertelt in uw woord, Vader. Vader, dan bid ik op dit moment, Heer, dat u echt gewoon de harten langs gaat, Vader. De hart ontvankelijk maakt, Vader. En ik bid ook gewoon zo, Vader. Heer, dat u echt gewoon vanaf vandaag Heer, gewoon dingen op mensen's hart gaan leggen, Vader. Wilt u mensen wakker schudden met dromen? Wilt u mensen wakker maken met profetieën? Wilt u vertellen aan een ieder, Vader, hoeveel u van ze houdt en wat u voor ze in petto heeft, Vader. Heer, ik bid dat roepingen vrijgezet zullen worden. Vader, ik bid dat mensen in hun bestemming zullen gaan wandelen. Vader, ik bid dat uw woord telkens weer, als die gelezen wordt, dat het doel mag treffen. En dat mensen dat mogen gaan begrijpen. En mogen gaan pakken. Vader, ik dank u wel, Heer, dat u het werk gaat doen, Vader, Heer, in ieders leven, Vader. Vader, ik dank u wel, Heer, dat de geestelijke vaders en moeders zullen opstaan, Vader. Vader, dank u wel dat er mensen zullen zijn die gaan discipelen en zeggen, hey, ik ga niet meer lui op mijn stoeletje zitten. Nee, ik bel eens iemand op en ik zeg, hey, hoe gaat het met jou? Ik wil je vertellen over Jezus, wat hij in mijn leven heeft gedaan. Sta je ervoor open? Vader, dank u wel, Heer. Heer, dat we gewoon het lichaam van Christus mogen zijn en zijn koninkrijk, uw koninkrijk mogen bouwen met elkaar. En Vader, dank u wel als we opstaan, Heer. Als we gaan groeien, Vader. Als we in uw voetspoor gaan wandelen, Heer. Heer, dan bid ik gewoon zo, Vader, dat we een resultaat mogen zien, Heer. Dat we dat leven met u mogen gaan leven en gaan wandelen, Vader. Dat we het avontuur tegemoet mogen gaan, Heer. Heer, ik bid erom dat we de zieken de hand op zullen leggen, Vader. Vader, ik bid dat we de wezens zullen gaan aanspreken en zeggen, hey, ik wil een vader of een moeder voor jou zijn. Vader, dank u wel dat de zorg voor de weduwe, Vader, Heer, dat zichtbaar mag zijn in ons midden. Dat we ons uitstrekken naar mensen die niemand meer hebben. Vader, dank u wel, Heer, dat die tijd van het evangelie, wat u liet zien, Vader, uw liefde en uw zorg voor andere mensen, Vader. Heer, ik bid gewoon zo dat mag gaan leven in ons hart en gaan borrelen in ons hart. En dat we die vrijheid mogen gaan ervaren die u heeft gegeven voor ons allemaal, Heer. Vader, ik dank u wel, Heer, elke dag weer, Heer, dat we met u mogen leven en wandelen, en Vader. Dat we mogen gaan zien dat mensen hun harten veranderd zullen gaan worden, Vader. Voor eeuwig en altijd, zodat we een hele leven lang mogen feestvieren met u, Heer, onze Koning. In Jezus' naam. En ik wil vragen als jij je ogen wil sluiten. Ik wil een oproep voor je doen. Ik heb het over een uitnodiging waar Jezus over vertelde in de Bijbel. Een uitnodiging om deel te zijn van zijn koninkrijk. Een uitnodiging om deel te zijn van het feest wat hij heeft voor ons. Als jij zegt, hey, ik heb nog nooit een keuze voor Jezus gemaakt. En je hoort vandaag over een uitnodiging voor jou. Dat Jezus jouw vader wil zijn, dat hij een relatie met je wil hebben. Dan wil ik vragen, terwijl iedereen zijn ogen heeft gesloten. Van wil jij een keuze maken voor Jezus? Wil jij zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil die uitnodiging pakken met twee handen. Want ik wil feest vieren met u. Ik wil u leren kennen. Ben jij dat, wil ik vragen, wil je hand opsteken? Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dank je wel. Als er mensen zijn die zeggen, ik wil vandaag gewoon echt opnieuw gewoon daarvoor gaan. Ik wil zijn koninkrijk gaan zien in mijn leven. En om mij heen. Het is voor jou. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Dank u wel. We gaan handen omhoog. Allemaal pakken ze de uitnodiging. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze lieve mensen. En ik wil vragen of jullie me na willen bidden, terwijl de hele kerk meebidt. Vader in de hemel, dank u wel voor vandaag. Dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan, Heer Jezus. Dat u voor mijn zonde aan het kruis bent gegaan. Dat u mijn hart wil veranderen. Dat u in mij wil komen wonen. Dat ik mezelf een kind van u mag gaan noemen. Dank u wel, Heer, dat u deze week een verandering gaat brengen in mij. Dat ik uw woord mag gaan begrijpen. Dat ik uw liefde mag gaan ervaren. Dat ik vol mag zijn van uw Heilige Geest. Dat ik mooie dingen mag gaan doen met u. In Jezus' naam. En heel kerk zei, amen. Dankjewel, Park City Church.